Doe eens even een update. Nou, daar staat hij dan. Klaar voor vertrek. Klaar voor vertrek. Donderdag 11 juni. We gaan het busje. 11 juli. We hebben het busje. Gaan we nu ophalen. Het busje. Klopt, niet normaal. Bij Fancave staan we. En we gaan ermee naar huis. We gaan hem vanavond beladen. En dan komen we regelmatig even terug met nieuwe updates. Maar de trip gaat morgenochtend vroeg starten. Peter! Goedemorgen deze ochtend. Goedemorgen. Even een updateje. Nou, het is vrijdag 12 juli. En wij gaan starten aan onze campertrip. In onze fantastische camper van de company, de organisatie Fancave. Die ons deze camper heeft meegegeven om even een maand te gaan trekken. Ja, vanuit hier, door Frankrijk, door Spanje, helemaal naar beneden, naar Marbella. Is de planning, hè? Is de planning en weer terug. En genieten van de vrijheid. En we kunnen blijven zolang we willen. En als we het gehad hebben, dan gaan we gewoon weer doorrijden. Dus, nou, ik zal zo meteen even een paar shotjes maken van in de camper. Hoe we bepakt en bezakt zijn. Niet nu. Niet nu. Rommel. Rommel. En dan komen we later terug met een update als we in de auto zitten. Ja, toch? Beter. Iedereen ook een fijne vakantie. Ja, toch? Mazzel. Jongens, we zitten erin. Maatje ook. Bepakt en bezakt. Fatbike hiermee. Alles hebben we even onder het bed gelegd en op het bed en in de keuken. En we hebben echt voor 4-5 barkies aan boodschappen mee voor de komende weken. Dus we kunnen overal terecht. Zonnepanelen zitten wat op het dak. Wat heb jij nou bij hier dan? Wat dan? Ik zie je fiets erin. Ja, tuurlijk gek. Fatbike hiermee, alles. Nou, wij gaan de trip starten. En dan gaan we zo een eerste stoppie pakken voor... Miep, die moet koffie. Zo, ben ik echt aan toe. Nou, dan gaan we richting Belgique, Paris. En dan door Frankrijk. En dan bij Limoges, ergens Clermont-Ferrand, gaan we eraf. Campingje pakken. En dan kom regelmatig terug met nieuwe updates. Nou jongens, even een updateje. Daar staan we dan, halverwege Frankrijk. We zijn in de buurt van Orléans. En godverdomme, was het drukker in Parijs. Tjonge, jonge. Ja, je moet wel. We staan nu even lekker hier zo bij een of ander mega druk uitbus. Veel te druk. Veel te druk, dus ik heb hem maar in de berm geparkeerd, mijn auto. Ik denk ja, geen plekken, de camperplekken zijn hier ingenomen door de gewone auto's. Maar we gaan even de beentjes trekken, even wat drinken. En, piepen mag. En dan gaan we onze reis vervolgen richting de Charente. En daar gaan we de eerste overnachting doen. En dan ga ik naar een oud bungalowpark waar ik vroeger met mijn ouders altijd kwam. Dus even herinneringen van mijn vader opdoen. Want ja, die is er natuurlijk al een hele tijd niet meer. En daar liggen nog heel veel jeugdsentiment van mij. Dus nou, ik kom straks wel even terug met een nieuw update.